Spaans. En dit is een kijk naar mijn allereerste vlog van de hele wereld. Op het kanaal van Faya. Ja. En dat kanaal heet? Dit is Faya. Wat gaan we vandaag als allereerste video doen? Slime maken met mijn liefste zus. Oh, Jona! Gelukkig heb je ook maar één zus. Ja. Ja. Wat hebben we nodig? We hebben een bak nodig. We hebben glitter. Lime. Een lepel om te een roeren. Een bollepel. En een eetlepel om af te meten. En deze niet. Je weet niet wat het is, denk ik. Lenzenvloeistof met borax. En ja, of verf voor doorheen. Ligt aan of je kleurtje weer of niet. Wacht, je vergeet wat. Oh ja, en baking soda. Ja. Zonder baking soda lukt het niet. En we staat op internet. Het is voor de eerste keer dat wij lijn gaan maken, dus... Ik weet echt niet we weten niet hoe het gaat, komen. Nou, gooi de lijn erin, Tanja. Oké. Gooi de lijn erin. Als je doorzichtige lijn slijm wilt maken, moet je doorzichtige. En als je geen doorzichtige wilt maken, dan moet je witte slijm. Lijm, ik zei slijm. Terwijl lijm. Zit je aan slijm? Nee, dat schilderij misschien. Oké. Oh ja, we zijn ook niet bij mij thuis, ook niet bij mijn oma. We zijn bij mijn zus. Van mijn zus is al 19. Wat? En ik ben 7, dus dat. En morgen ga ik optreden. Want dan wordt in het echte sporthal van ons open. Geopend? Ja. Nee, het is open dag is de morgen. Ja. Dus dan moeten ze dansen. Ja. Dus dat gaan we ook zoeken, hoop ik, denk ik. Denk ik. Ja, Faya, maak maar niet druk om nog Oké, sorry. Ja, is alles eruit? Ja. Top erop. Wat heb je nu nodig? Wat wil je een kleurtje? Of zeg ik wel na de oefening? Of ik wil graag... Ik wil een kleurtje. Oké, welke kleur? Ik wil... Die blauw. En kunnen we twee? Ja, dat kan. Ja. Denk ik, we zullen het proberen. Ja. Zo nog? Ja. Ja, en ik heb lekker bijstop. Dit is blauwe acrylverf. En dit is glitter acrylverf. Zeg je stop? Ja, zo is goed, denk ik wel. Zullen we er nog een beetje in? Zo. Nou, doen we even goed doorroeren, dat alle kleurtjes zo mooi door elkaar heen zitten. Wil je ook nog meer glitters erin? Dit wordt een beetje paars. Wil je nog meer glitters erin? Ja. Jij gewoon glitter uit het potje. Deze lijkt mij vet. Ik weet niet dat het werkt, wit. Maar als jij dat wil, dan zou ik zou gewoon deze doen. Okay. Ja, welke? Is die roze? Ja, die roze. Heb je ook pinnetjes van wat? Hoe strak? Te strak. Oh ja, trouwens, dit lijkt me een beetje als je wilt bakken. Dan lijkt het ook een beetje. Een beetje glitters erdoor. Een beetje veel. Maar goed. Beter dan te veel meestal dan te weinig. Oké, ik vind het best wel vet eruit zien. Nou, ik vind het ook wel mijn kleurtje. Nou, en daarna dat Faya goed geroerd heeft. In je kunt roeren dat alles goed door elkaar heen zit. Ja, dan gaan we de baking soda en de lentevloeistof erbij doen. Mag ik baking soda? Ja. Ongeveer 125 ml lijm. Plus minus moet je één zakje baking soda, dat is 5 gram, en één eetlepel met lenzenvloeistof, met bolpax. Je doet het erboven, zoals op... Oh, wacht, zit er glitter in. Oh, dat maakt niet uit. Ja, alles erin. Nou, er zit alles erin, dan gaan we roeren. Goed roeren. Ik hoop wel dat het werkt. Ik hoop het ook. Trouwens, als je fluffy slime wilt maken, moet je scherf slime hebben. Nou, wij gaan het zonder scherf slime proberen, omdat wij geen fluffy slime willen hebben. Flip. Nou, zoals je ziet, dan wordt het echt al heel snel slime. Nou, even goed doorrollen, alles erbij zit. Zo. Het begint ook echt slime te worden nu al. Ja, zoals jullie zien zo. Ik denk, gaan we zo nog een maken? Of niet? Misschien. Ja. Wat wil je
je welke kleur je dan wel gaat nemen. Ik denk dat deze al wel goed is. Goed? Ja. Gelukkig dan? Is wel gelukt in één keer. Maar goed, kneden nog. En ik denk dat... Kijk, de eerste lijn is klaar. Ja. Het is helemaal niet veel ingrediënten. Het is allemaal helemaal niet zo duur, maar... Het is wel leuk. Deze twee? Die is klaar. Deze twee? Wat? Ik wil deze twee doen. Dit is twee kleuren glitter. Kun je wel doen? Twee kleuren glitter? Ja. Maar ik zou dan andere kleuren. Dan zou ik die glitter doen. Die zijn beter. Die doen het beter. Ja, maar ik moet toch deze als... Oké. Ik wil... Rode slime. Rode slime. Met welke kleur glitter? Rode glitter. Oh, ik wil... Hebben we al zilver gehad? Ja. Daar heb je ook nog glitters, hè? Gewoon een normale glitters bij die potjes. Moet je even het bakje pakken daarvoor, Faya? Ik pak het bakje. Je kan ook witte slijm doen met van allerlei soorten die kleine glittertjes. Die kan je wel plakken. Welke kleine glittertjes? Deze allemaal. Die. Ja, doe dat. Een witte slijm. Net als. Ik pak weer de lijm. Ik wil slijm zeggen, maar ik zeg al, ik zal net slijm zeggen en net de lijm. Lijm, slijm, lijm, 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 lijm. Ik doe het erin. Deze was openmaken, van zo een keer omgekeerd worden. Bij de Action hebben we ook hele leuke, schattige, kleine, lekker erg klein zo, flesjes met glitters gehaald. En allemaal verschillende kleuren, verschillende figuurtjes. En, zo, je hebt ook sterren. En balletjes en superleuk. Ja. Alleen wij hadden geen balletjes, toch? Ja, toch balletjes. Oh ja. Maar die gaan we nu niet doen. Die gaan we nu niet doen, nee. We gaan nu deze doen. Ja, heb je alles erin, denk je? Ja. Mag ik baking soda weer? Ja, rustig. Zes is ook kracht. Krachtpatsen. Baking soda, wat vaar je erin? Eerst even wachten, eerst even de glitters erin. Oh, wacht, mag ik? Chips. Ah, maar niet uit. Groen en roze. Door elkaar. Ik neem meteen een ander oogje. Oranje. Paars. Blauw. Waar zie je paars? En dan is roze, wat is het? Zilver en rood. Deze zilver gaat niet zo snel. Thanks. Nou, zoals jullie zien, allemaal verschillende kleurtjes zo erin. Ah, en even door elkaar heel goed. Chips. Allemaal zooi en bollepel. Roeren. Roeren. Hoe wordt die? Heel mooi. Echt super mooi is dit, hè? Ja. Is dit een schampijn of een stukje wit meer? Nee, helemaal de kleurtjes. Een beetje unicorn poep lijkt wel. Ja. Een beetje kerstmuziek uit. Ja, ik vind het sowieso gewoon super leuk. Nou, weer een zakje baking soda. En een lepel met lensvloeistof. Nu al wel helemaal klonten en dan moet je goed door blijven horen zodat goed alles erbij blijft. Ik zag al één ding. Ik heb al vaak filmpjes gekeken. En als het loslaat, dan pas kan je het pakken. Dan wordt het goed, hè? Ja. Als je ziet, dan is het ook wel weer helemaal aan het slijmen. Dan kan ik het gewoon met de handen pakken, zodat het echt blijft plakken. Dan moet je altijd nog even goed doorkneden. Ja. Met alles. Bij. Je moet alles uit de hoekjes halen. Of als ik dan een beetje dan een beetje zo uitpakken. Ja. Nou, gaan we zien met de mensen. Hij is fantastisch gelukt. Dat is het.
Laat hem even goed zien, want ik weet niet of je hem goed ziet. Hij ziet er zo goed uit. Ik weet niet of je glitters zien. Ik pak even meteen die andere. Deze is wat natter. Ik denk dat deze glitters niet zo goed ziet. Misschien nu een heel klein beetje. Maar hij is nu echt... Maar het echt zie je echt glitters heel erg goed, hè? Ja. Dus ja, het is gelukt. Nou, we kunnen nog één design maken. Ja, want we hebben nog maar twee. Nee, eentje is leeg. Oh shit, wat is dit? Oké, was het gelukt? Nu mag jij kiezen, Lola. Welke wij nemen? Ik vind die. Mag ik nu kiezen? Oh wacht, ze zitten bij een. Oh, yes. Ja. In ieder geval een lijn. Ja. Handig. Anders kunnen we geen slime maken. Ik pak alvast een baking soda. Ik pak echt. Nou, lijm zit erin. We hebben echt. Dus gewoon tris. Nou, weer een potje lijm ongeveer. Dan heb je al een redelijk flinke dot met slijm heb je dan. Deze nat en deze niet. Nee. Deze fijn. Maar die ook. En die is gewoon nat. En ik hou hem ervan nat. Is wel wel leuk. Ja. Welke kleur zal ik eens gaan doen? Ik ga groen doen. Groen? Ja. Welke kleur? Maar zo lief is. Trouwens, Lola, mijn zus heeft ook groene scooter en ze, ja. Die groene scooter? Ja. Graag gedaan. En nu is ze heel wat krassen. Oh, dat moet je zeggen, dat was niet mijn schuld. Nee, dat was niet haar schuld. Ze was aangereden. Was er niks met mijn zus. En het ergste was, mijn moeder zei er niks. Mijn moeder had niks gezegd. Weg niet? Nee. Ik vind het wel mama. En ik zal ik wil glitters, wil ik. Ik wil... Moet je niet horen? Ja, maar ik wil nog glitters, wil ik, hè. Groene met zwarte glitters. Ja, kerst. Nee. We maken het alleen. We maken alleen kerst. Hé, waar is de ene nou? Wat is het? Dat heb je weer gesloten, denk ik. En zwarte glitters. Hoe gaat zo'n die glitters? Heb je een beetje veel glitter? Nee, joh. Glitters kunnen nooit genoeg zijn. Beter te veel dan te weinig. Nee, je kan beter te weinig doen, dan kan je altijd nog bij doen natuurlijk. Want die kan ze niet meer uithalen. Nou, beter te veel kleren dan te weinig. Ja, dat is wel zo, maar bij dit soort dingen is het weer... Beter te weinig. Je kan beter te weinig doen dan te veel, want je kan ze niet meer uithalen. Dan moet je ook niet meer doen. Zijn iemand... Hoe gaan we steeds? Eentje zijn al iemand... Nou, ga jij mijn baking soda toevoegen? Eén theelepel. Nou, weer gewoon één theelepel met eetlepel erin. Ik doe lekker gewoon het hele pakje. Ja. Hele zakje. Dat deed ik. Wij. Wat was dat? Wacht even, want de baking soda. Oh. Huh? Oh, ja. Yay! Dus wij hebben gelezen. We hebben het in een filmpje gezien. Toen ging het fout, zeg ik. Toen hadden ze geen baking soda bij. Het was best wel grappig, want toen ging de hele tijd iemand roer en er gebeurde niks. Een heel klein beetje gebeurde steeds wat, alleen niet dat het echt slijm duurde. Niet dat het echt zo was, hè? Ah, is deze ook nat? Hij is nog wel lang. Hij is nog wel een beetje plakkerig. Ja, waarom was het gewoon niet klaar? Hij is nog een beetje plakkerig. Ja, dan moet ik even goed alles erbij doen. Maar goed. En het is klaar! Yay! Wacht, die laat ik ook even zien. Goed. Ja, zien. Oh, dit is ook weer nat. Maar ik vind deze wel echt vet. Het lijkt een beetje op blauw glitter. Vind ik? Nu zie je mij heel dichtbij. Tot.
Ik vind het wel echt super raar. Hoe verder je gaat, hoe beter je het slijmt. Niet hoe beter van glitter, maar wel beter van hoe langer hij wordt. Dat is wat jong. Als wij hier zouden zitten, met schoen, dan was het dan best raar. Kunnen we de vlog afsluiten? Ja. Nou, kom zitten dan. Welke vind jij het lekkerst? Ik vind denk deze lekker. Of die groene. Ja, ik vind maar ik vind deze het mooist. Ja, die vind ik het mooist. Welke vind je niet zo echt mooi? Ik vind ze allemaal leuk. Oh, deze vind ik ook best wel lekker. Deze zijn wel inderdaad wel wat natte, ja. Nou, deze vind ik... Zullen we de vlog afsluiten? Ja. Nou, dit was de eerste vlog van Faya. Van op het kanaal. Ja. Dit is Faya. Ja. Trouwens, het is ook de eerste keer dat mijn zus vlogt. Ja. Trouwens, je ziet niet elke keer mijn zus. Want zij wordt eigenlijk morgen ook op de train. Alleen als ze nog pijn aan haar knie heeft. Dan doet ze niet mee, hè? Dan moet nog even, ik denk, weet ik nog niet. Maar dat maakt niet uit. Nou, allemaal even een duimpje omhoog. Ja, hoeveel likes hebben we? Nou, wil je nog zeggen? Nee, dat weet ik. Ik wil heel veel likes. Wij willen heel veel likes, hè? Ja. Echt een miljoen, hè? Ja. Of wat meer? Nee, dat kan niet. Kan wel. Ja, het kan wel. Oké, okay, nou, laten we in ieder geval... Weet je ook welke wel dat ik zo... Gauw ding. Ja, die en zullen we ook even hadden. Ja, ja, die wil ik heel erg graag. Dus maar, dus... Dit, duimpje omhoog. Dit een vette like. Geef. Deze video. En je zit naar Facebook, hè? Jongen, mag ik nou wat zeggen? Ja. Like even deze video voor de derde keer. Doe even abonneren op het kanaal van Faya. Dit is Faya. En doe even het belletje aan bij de notificaties. Zodat je een melding krijgt wanneer Faya een video online zet.